Voor de vuist weg. 12e jaargang, nummer 146. Het applaus, want u hebt het natuurlijk allemaal gezien. Achter het drumstel niet Han Brink zoals van ouds, maar een van 's werelds beroemdste drummers, de ex-Beatle Ringo Starr. Hey! How you doing, Bill? I'm fine, how are you? I'm okay. What's that you're carrying? Oh, it's just a glass of lemonade. Yeah, glaasje limonade. We go downstairs, to my little corner. Yes, we go to my office. We gaan even naar mijn kantoor. Hij zegt, je hebt hier genoeg glazen en drank staan voor een hele partij. Dat is even de eerste gasten die zijn eigen drankje mee naar beneden neemt. You're the first guest who brings his own drink, you know. Well, it's my first time here. I didn't know what the procedure was. Nou, hij zegt, ik wist niet hoe het hier ging. Ik dacht, misschien is er niks te drinken. What's happened to your hair, sir? Well, it's long now. I had it shaved off. Het is nu weer lang, zei hij. Ik heb het een keer afgeschoren. You look undressed to me. In what way? Well, you see, you've got to wear a star if you talk to me. What kind of a star is that? Well, I've got one for you, because I'm a nice guy, right? I hope you are. Well, that's what they say. I said you moet een ster dragen. Right? Isn't this nice of me? Aren't I kind? What's on it? It says Ringo. It says Ringo. Let's have a close-up. Which camera are we on here? Let's have a close-up here. But the only problem, when you wear one of these for your first time, you have to pay a forfeit. Oh, God. What's this? Well, it's very nice. You'll like this. Oh, no! Yes, yes, you'll like this. Hey! Isn't that nice? That's better. Nou, leuk hoor. Begin ik het nieuwe seizoen. Prachtig. Vanmiddag gekocht. 27,50. Met de vijven? Ja, 27,50. De zeven met de vijven? Ja. Leuke boel. That's very nice. Moet ik er straks weer een lenen van Tony Eiken? Die zijn altijd zo fel. Maar goed. What do you think of my fishes? They don't make much noise. Het zijn vrij kalme vissen, geef ik toe. Maar mooi, hè? Right, they're very nice. Goldfish, are they? Goldfish, yes. See how bright? It's all up here in my elbow. Do you eat goldfish? No. Hij eet geen goudvissen, zegt hij. Nee. Oh, I thought it was one of your special tricks. You're going to pop them in your mouth. No. We eat herring in this country. Wij eten hier herring. Everywhere you go, they eat herring. Do you like it? No. I don't want any herring. Have one. No, God. Terrible. Have one. No, it's horrible. Take it away. Give it to me. What's wrong? But it's not even dead. Yeah, it's just endo coach. Yeah. Oh, look at this one. Excuse me. Here, pussy. Push, push, push. Maar ik wist wel dat hij niet van uitjes had. You don't like onions, parsley and all that or sort of garlic thing. Or nothing, no. Knoflook? Knoflook? Garlic. No, I hate garlic. Makes me ill. Dan zal hij wel last hebben, want ik heb net Indisch gegeten. Dus do you feel okay? You want a doctor? I feel fine. Yeah? No. You mean you eat it just like that? Oh, marvelous. And they keep swimming till here. Yes, tell me. Ringo Starr. Hij is in Scandinavië geweest, in Duitsland, in Milaan. Hij is nu een paar dagen in Nederland. Dan gaat hij door naar Japan. Japan is your next stop, I think. Yes, we go to Japan next. En overal moet hij persconferenties geven. Press conferences everywhere. France, Italy, Germany, Denmark, Holland. Photo sessions. Everywhere. Drives you crazy, huh? I love it. You love it? Yes. We don't know you with the spectacles, you know. Well, I never take them off. Yes, you do on this record. Well, that was yesterday. See, what's the magnifying glass for? Well, that's so you can see better. See, you've got one there. Yeah, I have one here. Show me. I'll show you what you do. Well, I'll show you with mine. See, this is what you do. Hey. See, you look at the back here and see if your name's on there. Did you write on this door? No, I didn't. Well, your name won't be on there. No, it won't be.
Hij zegt, heb jij op die deur gezeten? Dat is de deur van het gebouw van Apple in Londen, waar alle grote platen van de Beatles werden gemaakt en uitgegeven. En die deur die staat vol met namen van beroemdheden. En die zijn zo klein op de foto dat je zo'n vergrootglas nodig hebt om het goed te kunnen zien. Dat begrijpt u wel. Ja. That's you, hè? Now, go away with that record. That's why. You're not here to plug your record. I'll give you a present. Ah, that's a lovely one, Ringo. That's long enough. Thank you. Kijk, een cadeautje, pakt hij het weer weg. We won't talk about it at length, but do you hate being asked about the Beatle period? Vindt hij het vervelend om steeds weer over die Beatles te moeten praten? I don't hate it, no. It's just that it takes so long. I mean, you can cover it in a couple of sentences. We are friendly, we are not getting together, and yes, a couple of them played on my record. Doesn't mean we're getting together, and that's the end of it. Hij zegt, we zijn nog altijd hele goede vrienden. We zullen beslist nooit meer samen spelen, maar omdat we vrienden zijn, hebben ze wel meegespeeld op mijn nieuwste plaat. Dat is Paul en George. En John. John as well. Yeah. Just no George, just Paul en John. Paul en John. Go on, tell him. Alleen Paul en John hebben meegespeeld en niet George. Oh, look at me when I'm talking. You're tickling me. Oh, God. Oh, yeah, no, you're having... I'm fine, thank you. You're having the good stuff. You drink orange juice? Yes. Is that all that's in there? That's all? Is zit er alleen maar sinaasappelsap in, vraagt hij. Ja, dat is het enige. Dat is een gekke man, hoor, die Ringo. I still hate you. Ik haat hem. You can't hate me. Nah, you like me, really. You want to do it to mine, make you feel better? No, I want to repay. Go on, you can do it. If you want to feel good, you can cut my tie off. Nah, it's a mooie das. Nee, want to buy it? Mooi ring, nah. I'll buy it. Okay. What are we? With Holland, it must be Gilda, right? Yeah. What do you want for it? 5 Gilda. Oh, look at this money here. Hey, make it 10. Yes, 10. Thank you. You can have my tie now. You got a good deal. It cost me 14. Yeah. 20 years ago. That's good. Thank you, El Ringo. I'll give you 5 for yours. Good. I love you. I'll tie give it. Give me yours. I'll give you 5. Yeah. How you doing, Nance? And Vinny, I'm just saying lots of fish. You know, we never have this kind of show with so many photographers in front of us. Well, because I'm famous. Dat komt omdat ik zo beroemd ben, Zinny. Hey! Are you only famous or rich as well? I'm everything. You're everything. I'm everything you'll ever need. I'll never get this thing on, you know, it's too thick. Well, leave it off, that's why I gave it to you. I can never wear it. Well, I'll try it on later. listen, Ringo, you started on a solo singing career now. Yes. But you consider yourself first and foremost as a very good drummer. Good rock and roll drummer. I'm not too good with that kind of music. Nee. But as a rock and roll drummer, I'm probably one of the best in the world. Hij zegt, als rock and roll drummer ben ik waarschijnlijk een van de beste ter wereld. En daarom speelt hij ook mee op de platen van vele andere popgroepen enzovoorts. And then there was always the saying in the greater Beatle period with films like Help and a Hard Day's Night that you had tremendous film potential. Yes, I do. Dat heb ik, zegt hij. Ja, ik ben een geboren filmster. But I can't get a job. Why not? Nobody offers me any. Ik kan geen baan krijgen, zegt hij als filmster. Niemand biedt me een baantje aan. Still, you are very interested in filmmaking also. Yeah. Well, directly. And I produced one movie, which I don't want to do again. Because that's the worst job in the world. Ik heb er ook eentje geproduceerd, zegt hij. Maar dat is zo'n heksentoer, dat doe ik nooit meer. But directing and acting. Acting in them is my favorite thing. Then later I'll direct. I mean, I directed a small rock and roll movie with a rock and roll band. You know, it wasn't Gone with the Wind. Ik heb een heel klein filmpje geregisseerd, zegt hij, met een rock and roll orkest. Het was niet Gone with the Wind. Zul ik ze... Haha! We didn't wake you, did we? Sorry. Hij zegt, we hebben u toch niet wakker geschud. I keep forgetting, I mustn't lay jokes on these people. That's all right, je mag moppen vertellen, no. We vertalen ze wel. En we spreken allemaal Engels, niet waar, we begrijpen Ringo toch wel. En hij is zo'n vertrouwde figuur. Yeah, right, there's someone who's with me. Turn the camera on that lady, put your hand up. Hey! Oh, I got a guy over there too, all right. That's 2 out of 25. But there are many more. Oh, there 3. And then what about the millions at home who can follow you? I keep forgetting that, you see. I just think there's just us little crowd here. Hello, the millions at home, especially 3 in the hotel. Hij zegt, hoe gaat het met alle miljoenen thuis, vooral die 3 die ik in het hotel in Amsterdam heb achterlaten. Why are you in a hotel? I think you have your own house in Amsterdam. No, I don't have a house. I live in hotels. My friend has a house here. And one day, if I come just for one day, I stay there because there's no need to stay in a hotel. I see. So, but if I stay a long time, I like the room service. Yes. Egg and chips. Now,
Ik was in Milaan verleden week, dames en heren, waar ik zijn persconferentie heb bijgewoond. Het pandemonium van de Italiaanse fotografen en paparazzi, nog veel meer dan hier vanavond. En daar werden ook al die vragen gesteld. En Ringo die werd kwaad. Op een gegeven moment is het al dat gezeur over die Beatles. Wij zijn aan elkaar. Ik wil nu over Ringo praten. Ik zei, in Italy, you told the press, I'd like to speak about Ringo, the singer, and his new record. Well, that's because it was getting silly that all we were doing is spending at least 75% of the time talking about Beatles, you know. Which I'm very pleased I was in the band. The band is no longer there. Why I'm here is to do a specific job, is to tell you I have a new record, whatever you threw it. And, I didn't throw it, I put it down. Put it down, very heavily. Very heavily, yeah, but it's a strong record. Well, let's see if you can lift it up. You keep saying it's a strong record. It is very strong. It has a very tricky name. Yes. It's called, come on, you say I can't pronounce it. Rotogravure. That's good enough. Ringo's Rotogravure. Rotogravure, what gave you such a title? Gekke naam. Actually, it came from the movie Easter Parade. Judy Garland said it, and I was freaked out. I said, what's she saying, Rotogravure? You know, she said, you'll find your picture in the Rotogravure. Hij zegt, ik zag op een avond een film, een oude film van Judy Garland, Easter Parade. Daarin kwam dat woord voor, Rotogravure. Hij vond het zo'n intrigerend woord. Hij besloot zijn nieuwe plaat zo te noemen. I'm getting awfully curious as to your singings. It's all right. Well, I found out what it was. Yes. And it's a machine. Isn't that exciting? It's a machine that prints pictures very fast. And it was also the first name for a New York color supplement that they used to put in about, you know, all the... Yeah. Well-known people of the day, they'd put these pictures, guess who landed today, guess who's walking down Fifth Avenue, and they'd show you that. So it's, and also I think that the tracks themselves are pictures, you know, so ja. It's all a picture. Het zit ook vol met fotootjes, de hoes, nou fijn, dat is genoeg over de plaat gepraat. We willen nu wat horen, u ook, dames en heren. Ja, I love to hear you sing. Yeah, okay. What's the title you're going to sing for us? I think we're going to play a called You Don't Know Me. You Don't Know Me, and that is speciaal gefilmd in a periode toen Ringo... I'm never sure, you see. All over the world they keep changing the title, so it's probably You Don't Know Me or A Dose of Rock and Roll. Now, start rolling that picture. Wow, right, brother. Should be there. Should screen. It's only me and you. Yeah.
Thank you. And that was the beroemde Ringo Starr. Thank you very much for coming. Well, thanks for having me. And lots of success in Japan. Thank you. And wherever you may go with the record. And I'd like to say goodbye to everyone in Holland. Als altijd is De Vuist een programma vol hevige contrasten, want nu zit een zeer rustige dame naast mij, die precies 5 jaar geleden, op 14 december 1971, misschien wel het hoogtepunt was van de zeer lange uitzending die ik toen heb gedaan ten behoeve van Memisa. U weet het misschien nog, we zijn er toen in geslaagd in 6 uur tijd het fantastische bedrag van 20 miljoen gulden voor de medische zorg in de tropengebieden bijeen te bedelen. En dat was niet voor een gering deel te danken aan deze dappere vrouw die nu 38 jaar van haar leven slijt in de jungle van Pakistan om daar zieke kinderen en mensen te helpen. Zuster Lemmens. Hè? Dank u. En u bent eventjes met verlof geweest in Nederland. U bent ook nog ziek geweest in die tussentijd, hè? Ja, ik ben eigenlijk op ziekenverlof. Ja. En daar ben ik heel erg dankbaar voor, omdat ik nog weer een kans heb, en daar was ik echt op aan het wachten, om eventjes bij u te komen. Ja, ik weet het. Juist om al die goede mensen die me die 5 jaren zo ontzettend geholpen hebben, te danken. Ik vind dat ze het recht hebben om te weten wat ik met het geld gedaan heb dat ik toen door u... Niet door mij, door de goedgeefse Nederlander. Van al die lieve mensen gekregen heb. Ja. En daarom, als ik nu mag beginnen... Begint u maar. Ja. Wat hebt u ermee gedaan met dat geld? Dat is het voornaamste. Het fantastische is namelijk dat die Memisa-actie er een was waar werkelijk geen cent aan welke strijkstok er nooit ook is blijven kleven. Al het geld is nuttig besteed. Wat hebt u ermee gedaan? Helemaal. Ik heb 2 huizen kunnen bouwen. Ja. Dankzij de Memisa, die me ontzettend geholpen heeft. Ja. Toen, na die actie natuurlijk. Hè. Voor die tijd had u hoeveel zieke kinderen onder uw hoede? Och, voor die tijd, ik stond zo totaal alleen. Ik had niemand die met me meevoelde. Ik voelde de hele last op mij. Ja. Nadien, nou, ik heb zoveel lieve mensen in Nederland die echt met me meeleven. Ja. Het is de KLM, mensen van de KLM. Die komen me opzoeken. Stewardesses komen me helpen. Oh, dat heeft mijn hele leven veranderd. Ja. Ik voel nou dat ik een Hollander ben. Ik was het vergeten. Ja? Ja, dat wil zeggen. Ik was zo lang weg geweest. En ja, ik had geen... Ik kende niemand meer eigenlijk. Het was de eerste keer na 18 jaren. Daarna na 7 jaren. Maar ik zeg 5 jaren terug. Dat heeft de doorslag gegeven. Heerlijk. Oh, fijn, fijn daaraan te hebben meegemaakt. We gaan nu kijken naar een filmpje dat u hebt meegebracht. Ja. Het oude gebouw kunt u niet meer laten zien, maar dat was een heel slechte behuizing, hè? Ja, het was een heel klein huisje. Ik had precies 12 kinderen toen ik de vorige keer kwam. En nu zien we? Dit is toch nog het oude gebouwtje van het tweede huis. Ik heb 2 huizen gebouwd. Aha. Dat wil zeggen, ik had 2 kleine huizen. En die 2 kleine huizen zijn nu veranderd in 2 grote huizen. In het ene huis heb ik 78 stumpers, allemaal van de straat. Stumpertjes uit kisten gehaald die te klein waren, helemaal vergroeid. En nou zijn het de gelukkigste kindertjes. Ja, wat hebben ze over het algemeen voor ziektes? Wat is dit voor kindje bijvoorbeeld? Ja. Nee, maar zijn ze melaats of hebben ze hongeruitdeem of wat komt het meeste voor? Allemaal mentally geestelijke gehandicapten. Geestelijk gehandicapten. En vanzelf ook lichamelijk. Ja. Juist omdat het verschoppelingen zijn. Ja. De meeste kinderen krijg ik van de straat, nou door de politie. Vroeger moest ik ze ophalen van de politiebureaus. Nou weten ze dat we er zijn. Ja. Kijk, dit jongetje is blind, ook van de straat. Als ze zo... Deze jongen hier op de voorgrond, Joseph, daar heb ik nou een typiste van gemaakt. Hij verdient zijn eigen brood nou. Fantastisch. Ja, en hij was van de straat hoor. Het was heel moeilijk voor hem om nog liefde voor zijn ouders te krijgen, juist omdat ze hem op straat hadden gezet. En zo zit het filmpje vol met kleine, zielige mensjes die dankzij u weer op de been komen. Ik wil nu u weer zien op het beeld.
Om u te vragen naar uw directe toekomstplannen. Wanneer gaat u terug naar Pakistan? De 15e. Oktober. Over 10 dagen. Over 10 dagen. Met frisse moed. Helemaal. Ik ben zo gelukkig. Ik heb heimwee. Ja? Ik heb echt heimwee naar mijn kinderen. Nou, u bent hier vanavond niet om geld te bedelen. U bent om te vertellen wat u ermee hebt gedaan. Ja. We vinden het heerlijk dat u en heel veel van uw collega's in andere moeilijke gebieden, dankzij Memisa, zoveel goeds hebben kunnen doen. Ja, de Memisa heeft me ontzettend geholpen. En we vinden het fijn dat uit uw mond te hebben mogen horen en u zo kerngezond en vitaal gelukkig weer aan de tafel te hebben. En als u er over 5 jaar weer bent, als het programma er dan nog is, dan komt u weer. Prima. 7 jaar, hè? Oh, is het 7 jaar? Dit was abnormaal, ja. Nou, over 7 jaar is het programma er nog wel. Ja. Ik geef u een kus, omdat u zo lief bent. Nou, dan geef ik u toch, omdat u zo lief bent. Zuster lief. Dag, zuster lief. En bloem, sorry. Dank u wel. Ben Kramer, u hebt hem allemaal herkend. Hij gaat nu weer Ben Kramer heten, want hij gaat een Engelse carrière maken. Er was vroeger eens iemand die zei, die man die haalt zo geweldig uit met die stem. En hij maakt zulke lange noten, dat houdt die stem nooit lang uit. Maar je bent inmiddels al 12 jaar bezig, hè? Ja, nog steeds, Willem. Nog steeds, ja. Ja. Je bent wel hees als je praat. Als ik praat, ben ik lichtelijk hees, ja. Maar als ik zing, dan ben ik het kwijt. Ja. En wat zijn je plannen met Engeland? Zeer groots. Als het allemaal uitkomt wat mij voorspeld is, dan ziet het er erg goed uit. Ja, iedereen is zijn image aan het veranderen. Ik denk, hoe zou dat toch komen? Hebt u dat gezien? Bijvoorbeeld Lisbeth List heeft opeens een heel ander kapsel. Vindt u het mooi? Vindt u het mooi, mensen in de zaal? Nee. Ja en nee stemmers. En kijk eens, Martine Bijl met een ander kopje. Ja. En dan Ben Kramer hier, ook bij de kapper geweest, hè? Ja, ja. Ik kende je nog met die grote bakkenbaarden. Ja, ja. Dat valt in kennelijk zeer goede aarde. We hopen ook bij het Britse publiek. Dat moet je dus nu gaan veroveren. Dus je hebt nu ook Brits repertoire. Je zong altijd van de muzikant en de oude clown en allemaal van die mooie... geweldige liedjes. Ja. Ik blijf ze wel doen, uiteraard. Maar
het Engelstalige werk momenteel nu even voorrang op het Nederlandstalige momenteel. Goed, daar gaan we naar luisteren. De beroemde componisten van Bonnie en Clyde hebben voor jou speciaal een stuk geschreven. En dat heet? Dat heet California van mijn allernieuwste LP. Get Out of My Memory. Krijg jij mijn microfoon. Dankjewel. A crying baby, more than I can bear. While I'm doing 20, you're waiting there and flashing like a neon in my mind. Get out of my memory, California. You're driving me crazy. Day by day, and I can't do my time as long as you're on my mind. Get out of my memory, California. Get up and fly away. Kramer of Ben Kramer, zo u wilt, in zijn nieuwe Britse repertoire. Alweer een contrast. De man die nu naast mij zit is een van de meest gepubliceerde Nederlanders. Dat is al eigenlijk jaren zo het geval. En vooral de laatste dagen. Het bericht dat hij in dit programma zou verschijnen, dat heeft in enkele dagbladen al zelfs tot een soort storm van protesten geleid. Zeg, waarom moet die man nou voor de camera? Wel nu, De Vuist is altijd een programma geweest van grote contrasten, zoals u weet, van lieve mensen, van soms wel eens stoute mensen, van blije mensen en van verdrietige mensen, van artiesten, van nieuwtjes, van wat al niet. En als ik u vertel dat deze man werkelijk door de hele Nederlandse pers de laatste 5 dagen achterna gezeten is, als een hijgend hert, heeft moeten vluchten naar alle uithoeken van Nederland om die pers te ontlopen, de filmcamera's, dat hij vanmiddag een persconferentie heeft gegeven in Den Haag, waar 60 dagbladen, weekbladen, radio- en televisiejournalisten aanwezig waren, dan begrijpt u dat ik ook aan zo'n actualiteit niet voorbij wil gaan. Bovendien is er een vreselijke hoop onzin over hem geschreven. Bovendien wekt hij toch minstens ieders nieuwsgierigheid op. Hij heeft iets fouts gedaan, hij heeft daarvoor zijn straf uitgezeten. Naast mij zit de heer A. Meines, beter bekend als Age Meines, nog beter bekend als Age M. Age, luister eens. Ja, ik moest een beetje een lange babbel houden, want je hebt het zelf ook gemerkt, hè. Er zijn mensen die zeggen, waarom zoekt die Age M toch al die publiciteit? Ja, die zoek ik natuurlijk niet. Ze zoeken mij. Ze zoeken jou? Ja.
Vanaf het moment dat bekend werd dat je zeer vervroegd de gevangenis mocht verlaten in Hoorn. Ja, vanaf dat moment. Wat is er toen gebeurd toen je eruit kwam? Nou ja, toen stond ook een heleboel stond vol. Hè. We zijn eruit moeten vluchten. Ja. Ze hadden ook de weg, geloof ik, gebarricadeerd. Hè? Ja, ook. En toen heb je een nogal roemrucht interview gehad met Theo Komen. Nee, die ken ik helemaal niet. Oh. Ik heb dus niemand een interview gegeven. Dat stond wel in de krant. Maar... Ja, dat stond dus in de krant, maar dat is dus niet zo. Hm. En die foto hebben ze dus ook zo gemaakt. Ze riepen me. En ik kijk dus achterom en toen werd die foto gemaakt. Ja. Ben je het eens met alles wat zo de laatste tijd en de laatste jaren over jou is gepubliceerd? Nou ja, eens. Ik kon er dus niks aan doen. De wet is gepubliceerd. Ik kan toch niks publiceren als ik dus vastzit. Nee. Dan spreek ik toch niemand. Nee. Je hebt je wegens zeer goed gedrag in de gevangenis er sneller uit weten te werken. Op legale wijze. Betekent dat nou dat je je nou iedere week nog moet melden of zo? Nou, ik sta dus nog wel onder toezicht van de reclassering. En dan moet ik me dus regelmatig melden, ja. Ja. Wat heb je nou gedaan in die gevangenis? Nou, ik heb geschilderd in de gevangenis. Nou, die heb ik hier staan, de schilderij. Ja. Die kunnen we even bekijken dan. Ja. Hele kleurige, non-figuratieve werken. Je bent een creatief man, heeft jouw reclasseringsambtenaar mij verteld, meneer Dome. Ja. Ook op schrijfgebied, hè? Je hebt een goede pen. Ja, ik heb een boek geschreven in de tijd dat ik vast zat. Dat heb je je tijd nuttig besteed. Ik heb mijn tijd nuttig besteed, ja. Je zat niet alleen in de kast, maar ook in de kasten, hè, heb ik. Ja, ja, ik heb op een stalen kastenfabriek gewerkt. Tijdens die... Nee, tijdens dus de open gevangenis, ja. Heb ik op een stalen kastenfabriek in Hoorn gewerkt. Wat moest je daar doen? Een oude kasten dichtmaken. Dat voor jou tamelijk ongebruikelijk, hè? Ja, ik maak ze meestal open. Ja. Dat heb je vanmiddag zelfs gedaan, hè, tijdens die persconferentie. Ja, ze wouden nou wel eens weten wat het was en zo. Ja, nou. Hoe noemden ze jou? De professor van de thermische lans of zoiets dergelijks? Zoiets, ja, ik weet het niet. Hè? Ik weet het niet. Ja, nou die thermische lans, dat schijnt toch wel iets bijzonders geweest te zijn waar je mee werkt. Ja, dat is een duivels apparaat wel, ja. In welk opzicht onderscheidde jij je nu van, ja, collega, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè? Nee. Ik doe het liever op een relaxe manier. Ja. Wat versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. Ja, ik begrijp jouw verschil wel. Nee. Ethisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, je wil zeggen, die kleine spaarwerm die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegrooft. En die bank die kan het wel leiden. Daar zijn ze voor verzekerd. Ja. Die mening heb je dus gehuldigd ten tijde van je actieve periode. Heeft men in de gevangenis of heeft jouw reclasseringsman je niet geprobeerd op andere gedachten te brengen? Ja, daar ben ik voor zelf al gekomen. Ja. Ja. Ja, in welk opzicht? Heb je spijt? Nou ja, spijt, spijt. Je kijkt niet erg spijtig, moet ik nee. zeggen. Nee. Maar toch zie jij niet heel scherp het verschil tussen mijnes en deines, hè? Als ik het zo mag formuleren. Jawel, jawel. Zie ik wel. Ja, maar het is, je hebt toen in de gevangenis verteld dat je ertoe gekomen was. Nou, vertel het zelf maar. Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Hoe komt iemand daartoe? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets, hè? Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de hinderwet. Dan moest ik dus sluiten omdat het pand niet geschikt was.
En toen ben ik dus automatisch in de stuin vervallen. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden stuin. Maar als je 50 gulden huur moet betalen, dan is er weinig brood op de plank. Ja. Dat begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht. Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè? Ik moet om sommige van je antwoorden ook eigenlijk erg hard lachen. Het gevaar is natuurlijk dat door al deze publiciteit, en misschien door het boek, er wordt ook een film over je gemaakt, geloof ik, hè? Dat je tot een soort held verheven wordt. En dat mag natuurlijk ook niet. Je hebt een zoon, geloof ik, hè? Ja, ik heb een zoon. Hoe heet die? Kleine Aag. Kleine Aag. Ik wou hem wel even zien. Er is wel een fotootje van hem in jouw boek. Ik zit al op het scherm te loeren of het prentje doorkomt. Hoe oud is Kleine Aag nu? Kleine Aag is 8, nou. Die is 8. Ik had de recorder te wachten. Je kunt beeld van de recorder. Oké, ik heb dat wat vanmiddag is gepasseerd. Nou, dan gaan we nu even kijken, niet naar het zoontje, maar naar wat Aage vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Hij heeft het gedemonstreerd voor de voltallige Nederlandse pers. Ja, geef je commentaar dan maar op hoor. Was het een moeilijke kast? Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè. Wat dan? Nou, ze hadden er een springbeveiliging in gemaakt. En dat werkt lastig? Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast niet open. Iedereen lachen natuurlijk. Ja, dat zijn wel fascinerende beelden. Aage en... Maar hij is wel open gegaan, hoor. Ik ben gewoon doorgegaan. Ja. Dat deed je meestal, hè? Dat deed je meestal. Lijkt meestal wel, ja. Ja. Je hoeveelste brandkast was dit? Heb je enig idee? Nou, dat weet ik niet, maar het is wel de laatste. Ja, en dat is natuurlijk iets wat... Aage, ik geloof dat je het Nederlands publiek geen groter genoegen had kunnen doen dan juist met dit antwoord. Je hebt je straf uitgezeten, je bent een vrij man in de maatschappij. Wat ga je nu doen? Ja, het is natuurlijk moeilijk na zo'n lange tijd om dus te gaan zeggen, nou ja, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Want je moet je dus nog oriënteren. Je bent dus zoveel jaar uit de maatschappij geweest en je weet dus niet meer hoe de boel dus ruilt en zeilt. Ja. Dus je moet echt... Ja, ik moet me even bezinnen, even kijken welke richting eruit ga. Ik schilder dus, ik schrijf dus. Ja. Ik zou het ook leuk vinden om bijvoorbeeld een boutique voor kinderen, kinderkleding of zo. En ik hoorde iets van een pleziercentrum. Daar is je zoontje, neem ik aan. Ja. Dat is de kleine Aage. Ja. Oh, dat wou ik je daarnet vragen toen die foto niet kwam. Hoe denk jij nou dat je zoontje, als hij wat ouder is, 12 of 13, zal reageren op dit verleden van jou? Zal hij zich voor zijn vader schamen of zal hij het begrijpen? En leid je hem daarin op? Niet nee, in het vak bedoel ik, maar nee. In het begin. Kijk, alles wat een man dus doet voor een vrouw en voor een kind, dat doet hij dus voor het vrouw en een kind. Ja. Je doet het nooit voor jezelf. Ja. Ik bedoel, je gaat dus niet naar binnen om te zeggen, nou, dan vul ik mijn zak en ik ga eens lekker pieren waaien. Dat doe je dus voor je gezin. Ja. We hebben natuurlijk allemaal ook gevolgd je amoureuze escapade met een lid van, ik meen het Wassenaarse politiekorps. Rijswijk. Ja. Maar Helma is uit jouw leven verdwenen, hè? Ja, helemaal verdwenen. Weg, foetsie. Het moet toch gekke gewaarwording zijn als je tijdelijk met die dame verkeert en ze trekt haar uniform aan om naar haar werk te gaan, hè? Terwijl je door de hele politie gezocht wordt. Ja, meidje, vreemde zaak. Vreemde zaak. Daar kon je wel om lachen? Ja, natuurlijk wel. Ze hebben je wel ontzettend achtervolgd, dat begrijp ik. Er blijven toch nog wel een paar vakvragen over die mij mateloos boeien. Ik heb gehoord dat je bijvoorbeeld zo netjes altijd was als je een kraak ging plegen. Dat je de boel altijd zo netjes achterliet. Ja, ik veegde alles netjes bij elkaar. Daar heb je stof en blik bij. Ja.
Heb je gelezen de laatste maanden dat in Frankrijk slimme jongens een tunnel onder het trottoir hebben gegraven en toen de bank hebben gekraakt, zowel in Nice als in Parijs? Schandalig, schandalig. Nou, die hebben wel privé kluizen opengemaakt. Ja, die heb ik dus niet opengemaakt. Nee. Dat vind jij niet netjes dus om te doen? Nee, vind ik niet zo netjes. Nou, dat deden die Franse jongens dan wel. Wat is er eigenlijk met die 3 miljoen gebeurd die nog spoorloos is? Nou, je hoeft het niet hard te zeggen. Hè? Nee. Ja, die heb ik natuurlijk niet alleen gehad, hè, die 3 miljoen. Je had altijd collega's. Collega's, ja. Ja. En je spullen heb je ook nodig. Hè. Is het nou dat is niet allemaal geld. Ja, is het investering. Investeringen? Ja. Is het waar, of is het een grap dat jij, terwijl je in de gevangenis zat, een aanslagbiljet van de belasting hebt gekregen? Ja, van 100.000 gulden. Ja? Ja. Wat heb je toen gedaan? Hè? Wat heb je toen gedaan? Op mijn bord geprikt. Je hebt ze van die borden hangen. Mijn bord geprikt. Nou, je had dat natuurlijk niet, maar heb je een bezwaar aangetekend? Nee, maar waarvoor moet ik dat betalen? Ja, ik weet het niet. Ik had hoop dat je een appeltje voor de dorst zou hebben bewaard of zoiets. Dan kijkt hij me weer zo snel. Ik krijg hem niet uit zijn tent, dames en heren. Dat lukt me niet. Maar je zegt investering. Ik geef wel toe. Je hebt natuurlijk ontzettend veel tijd altijd besteed aan de voorbereiding van zo'n taart. Ja, daar gaat dus enorm veel tijd in zitten. Ja. En ook vaak nachtwerk, hè? Ja, dat is inderdaad een bezwaar daarvan. Oké, Hagen, ik geloof dat de mens, de Nederlander, je nu toch iets beter heeft leren kennen als iemand met een heel vriendelijk gezicht en een zeer groot gevoel voor humor. Toch zal ook jij je afschuwelijke momenten wel gehad hebben in de gevangenis. Ja, dat heeft iedere gedetineerde. En toch zul je ook wel eens angst hebben gehad als je met dat rare vak bezig was. En nu zie ik een heel lief kopje op het scherm. Mogen we vragen wie dat is? Dat is Henny. Dat is mijn meisje, ja. Aha. Is dat de toekomstige bruid? Ja, denk ik wel, ja. Nou, dan is er in alle opzichten reden om de toekomst van AGM, dames en heren, met vertrouwen tegemoet te zien. Hij zegt, ik zal geen kasten meer kraken. Hij gaat met Henny een nieuw leven beginnen. En ik ben hem dankbaar dat hij op zoveel vragen die menigeen thuis ook aan Agen had willen stellen, zo openhartig heeft geantwoord. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn komst en ik hoop dat je de komende dagen wat minder geplaagd wordt door de pers, de publiciteit en mensen zoals ik. Ja? Ja. Heb je nog verdere boodschappen tot het Nederlandse volk? Een vraag om met rust gelaten te worden in een restaurant of wat ook? Ja. Ja, het is al 4 jaar lang rustig geweest. En dan ineens al die herrie. Dan hou je wel van je rust natuurlijk. En ik ben ook helemaal niet. Ik hou ook niet zo van sensatie en al die drukte. Maar ja, goed, je moet er toch doorheen. En de mensen blijven dus toch vragen: wat is dit en wat is dat? En daar heb ik dus, dacht ik, vandaag wel antwoord op gegeven. Ja. En ik ga dus verder rustig het leven door. Rustig leven, dat rustig wil het leven, hebben. Ja. Okay, ja. En ik wou dus verder nog de groeten doen aan mijn kameraden op Schijveningen en in Hoorn. En bij de kastenfabriek. Ja. En laatste punt nog, wat ik bijna zou vergeten. Hoe denkt AGM over het Nederlandse politieapparaat? Nou, die mensen die moeten er dus zijn, hè? Natuurlijk. En anders zou ik dus bij wijze van spreken ook niet veilig over straat lopen of wat dan. Nee. Ik bedoel, ja, dat kan toch. Er gebeuren ongelukken, er gebeurt van alles. Politie is dus nodig. Ja. Anders zou dus maar je hebt respect voor hun werkwijze? Ja, zeker. Ja. Waarom niet? En je staat op goede voet ook met de politie? Menselijk gesproken? Nou, menselijk gesproken wel, ja. Oké, okay, als je straks weggaat, rij niet te hard. En ik wou u dus nog het boek geven. Oh, fijn. Hartelijk dank. AGM. En dat was hem dan, dames en heren. Nieuwsgierigheid bevredigd. Naast mij een jong vrouwtje luisterend naar de naam van Nelleke Burg, die een zeer begeerde en belangrijke prijs in de wacht heeft gesleept, zeer onlangs.
Namelijk de Pisswiese prijs. Die bestaat sinds de dood van de actrice Fie Kairelsen, vroeger getrouwd met Jean-Louis Pisswiese. En ze heeft die prijs met overweldigende meerderheid gewonnen onlangs door een jury waarin Johan Verdoner, Wim Ibo, alle groten van het cabaret. Dat was een heel moment voor je. Ja, dat was inderdaad een heel belangrijk moment zelfs voor me. Want ja. Ik ben dus de eerste aan wie die prijs is uitgereikt. Ja. Het is de prijs in de vorm van wat? Nou, in de vorm van een bedrag van 1500 gulden en een oorkonde. Ja. Niet een ring of een sieraad dat je weer nee, door moet niet. Geven aan iemand naar nee, hand. Nee. En nu is ons Nederlands cabaret rijk aan jonge mannelijke talenten, zoals u allemaal weet. Maar in de vrouwelijke linie is er na Jasperina de Jong eigenlijk niet zo vreselijk veel meer gebeurd. En we moeten dus zuinig zijn op dat jonge, ontluikende talent. Wel, nu ze is hier. En op het ogenblik treed je op in een programma, of? Ja, ik treed op met Robert Long. Dat is deze maand gestopt, maar omdat Robert Long in de productie van Schets en Satire speelt. Maar in november dan gaan we weer verder met het programma En Dat Is Twee, tot mei 77. Ja, en dit is niet helemaal je televisiedebuut, want je bent al met Robert Long op het scherm geweest. Maar na het winnen van die prijs dus wel. En we gaan allemaal kennis nemen van de stem en de zeer charmante persoonlijkheid van Nelleke Burg. Ik zou zeggen, daar staat je microfoon. Heel veel succes. Ze gaat voor u zingen een liedje dat de grote Jean-Louis Pisswiese beroemd maakte. Een liedje van Dirk Witte. Het is al zeker 50 jaar oud. Het gaat over een meisje dat een beetje beduveld wordt door iemand uit het leger. En het heet De Peer. Als het bataljon ging uitmarcheren, marcheerde Jopie mee. Ze droeg een mandje vol met peren, ze droeg er soms wel twee. Zodra de jongens rusten mochten, was Jopie al present. En al de landemanen kochten een peertje voor een cent. Ze sleet ze aan het luitenantje en aan de korporaal. De zieke drager, het sergeantje, ze kochten allemaal. Ze bleef maar altijd mee marcheren, al brandde ook de zon. En Jopie die verkocht maar peren aan het hele bataljon. De jongens mochten Jopie leien, want Jopie mocht er zijn. De meesten vroegen tussen bijen, zeg Jopie, ga met maan. En Jopie liet zich gauw bepraten, ze had een week gemoed. En vaak kwam een van de soldaten haar s'avonds tegemoet. Dan liep ze met het luitenantje, dan met de korporaal. De zieke drager, het sergeantje, ze liep met allemaal. Ze mochten alle concurreren, maar niemand die het won. Want ze sleet haar liefde als haar peren aan het hele bataljon. Maar toen vertrokken de soldaten en Jopie had verdriet. Met één had zij nog iets te praten, maar wie, dat wist ze niet. Ze zag de toekomst donker dreigen, daar vloot, daar ging de trein. Ze overlegde bij haar eigen, wie of het toch kon zijn. Ze dacht eens aan het luitenantje, de korporaal, de ziekendrager, het sergeantje. Ze dacht aan allemaal, ze stond nog lang te praktiseren aan het einde van het perron. Maar ze zat met de gebakken peren van het hele bataljon. Zo, dames en heren, we blijven nog even in cabaret-sfeer, want we gaan nu kijken en luisteren naar Paul van Vliet. Maar Paul van Vliet die speelt vanaf 1 oktober avond aan avond in Theater Carré tot eind november. En die kon dus onmogelijk op dit moment hier in de studio zijn. We hebben daarom de vrijheid genomen hem een paar uur geleden gezeten in deze stoel aan een spervuur van vragen te onderwerpen. En ik vraag dus uw aller warm applaus voor Paul van Vliet.
Dag Paul. Dag Willem. We hadden eerder in dit programma zuster Lemmens, die zo'n hoogtepunt was in de Mimisa-actie in 1971, 5 jaar geleden. Jij besloot die actie, ik weet niet of je dat nog weet, door mij als Bram, ik geloof, een ton te geven. Een ton, ja. Heel veel geld in een koffer. De regering gaf toen 1 miljoen en Bram heeft de regering toen 1 miljoen afgetroggeld om dat aan jou te geven. Nou, ik denk dat we over Bram nog wel komen te spreken, maar ik zit zo te filosoferen. Wat is er met jou verschrikkelijk veel gebeurd sinds Bram? Er zijn nieuwe types gecreëerd, nieuwe liedjes gekomen, mooie platen en nu sta je in Carré. Ja. Dat is de piek in de carrière van een cabaretier voor Nederland? Ja, een soort van. Het is natuurlijk een piek. Ligt niet in de hoeveelheid mensen of in de grootte van een theater natuurlijk, maar zit in je artistieke product. Ja. Maar het is wel een soort bewijs wat er met je gebeurd is en wat er met je aan de hand is. Omdat Carré een, geloof meer dan enig ander theater in Nederland, een dwarsdoorsnee geeft van het Nederlandse volk. Het is een theater zonder drempels. Alles zit er door elkaar, oud, jong, arm, rijk. En als je dat dus bij elkaar krijgt, dan geeft het een indicatie hoe je staat in je carrière met de belangstelling van dat volk en hoe je onder zo'n volk leeft. Ja, is het een moeilijke ruimte om te bespelen? Nee, eigenlijk niet. Het is een romantisch theater. Je hebt meer van dat soort zalen. Ik hield daarom ook zo van die oude koerenzalen in Scheveningen. Ja, wie niet? Ja. En je hebt hetzelfde met theaters als Olympia in Parijs. Die hebben iets. Ze zijn wel groot. Maar ze hebben ook een hele grote intimiteit. Om wat voor reden, weet ik niet waar dat aan ligt. Je kan, zeg maar, ontzettend stil werken. Iets doen wat heel klein en intiem is. Mm-hmm. En dan is de intensiteit van die stilte in zo'n theater is ook heel erg groot. En je kan er verschrikkelijk uitpakken. Het noopt ook tot de volle lach. En die twee contrasten maken zo'n theater tot iets heel speciaals. Het is niet een typisch Amsterdams publiek wat naar Carré gaat. Nee. Nee, het is Amsterdam met randgemeente, Noord-Holland, het Gooi. Ze komen uit de verre omtrek. Omdat het ook geloof ik door alle jaren heen echt. We gaan naar Carré. Hè? Het is iets echt nog uit. Ja. Feest. Bijna los van wie er staat. Je gaat naar Carré. Hè? Ja, het is een gebeurtenis. Ja, ja. Ja, begrijp ik. En ik heb daar als klein jongen trouwens Grok nog zien optreden. Dat is een belevenis die je nooit vergeet, nee. Hè, lang voor de oorlog. Maar we hadden het over het verleden. En dat is ongeveer 10 jaar geleden dat je werkelijk doorbrak. Ik geloof, nou, kort voor of na het huwelijk van prinses Beatrix. Hè, toen was je opeens de keurige Haagse cabaretje. Ja. En daarom vroeg ik, komen er alleen Amsterdammers in Carré? Want als Hagenaar heb je het dan moeilijk, of niet? Nee, niet meer. Ik heb in het begin van mijn carrière natuurlijk wel een soort afwachtende houding gehad van Amsterdam. Van eens kijken wat die Haagse jongen ervan afbrengt. Hoe die het ervan afbrengt. Je hebt in Amsterdam altijd in het begin zo'n soort reserve. Hè? Mm-hmm. Maar dat is er nu wel af. Het lijkt mij het moeilijkste in jouw vak om in een one-man show de dosering goed toe te passen. Dus van gekke creaties weer tot verstilde liedjes te komen en die spanning vast te houden. Dat is ook, dat zie je heel goed. Dat is ook het moeilijkste. Mm-hmm. Het moeilijkste van een one-man show is om jezelf steeds te vernieuwen. Anders gaan de mensen zich vervelen, hè? Ja. De hele avond naar diezelfde man kijken. Je moet dus zorgen dat je iedere 5 à 10 minuten totaal vernieuwt. En ik probeer dat ook. Ik heb me dus nooit ook vastgelegd op 1 vorm van kleinkunst. Alleen maar praten, alleen maar rare mannen doen of alleen maar zingen. Mm-hmm. Maar ik heb vanaf het begin van mijn carrière geprobeerd om die elementen te vermengen. En ik geloof dat, dat ook de sleutel is tot het alleen staan. Dat het daardoor alleen boeiend kan blijven. Als je van, zeg maar, van de grote stilte naar de uitbundigheid schiet en van de uitbundigheid het weer probeert klein te maken, dan zeg maar, je publiek eens rustig toespreekt en uit het rustige toespreken ineens weer geleid in een creatie die, waarin je ook totaal even helemaal iemand anders bent. Ja, zit het publiek dat jou langzamerhand kent niet te wachten op de komische krenten in het brood? Voor een deel wel, ja. En dat mag ook, want ik vind die komische krenten fantastisch om te doen. Ik vind het fantastisch als mensen lachen, omdat ik het zelf ook zo het einde vind als ik in de zaal zit. En, ja. En om zo te lachen dat ik alles om me heen vergeet, dat vind ik een van de mooiste emoties. Dat ligt heel dicht bij huilen ook. En tussen die twee uitersten, tussen die twee pieken, beweegt de show zich ook. En je wordt natuurlijk gauw vereenzelvigd met alleen die komische pieken, maar
steeds meer. Mensen komen er ook achter dat die ernst ook best een plaats mag hebben. Ja, er was een tijd dat je eigenlijk een beetje alleen maar Bram was, hè? In de Nederlandse gedachten. En toen zijn gevolgd de Kees van de Troepen, zal ik maar zeggen. Ja. En de Brontaats van Avezaad en de waanzinnige boer die je hebt neergezet. En nog meer, hè? Zijn er nog meer types? De gids van het reservaat, de man met de partnerruil. Ik heb nu in deze show een nummer waarin ik 8 verschillende mensen door elkaar heen speel. Wat verschrikkelijk moeilijk. Kun je een kleine indicatie geven of niet? Jawel, moet ik even bij gaan staan. Ja, moet je gaan staan. Ja. Nou, er zit in een hele bekakte dame die zo is. Er zit een haaste patatbakker in, die is helemaal van onderuit. Van krijgen we nou vuile klerenleier, je moet opzouten met je gezeik, begrijpen we? Er zit in een Chinese wang 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 jang jang wang wang jang jang. Er zit in een oranje klant, het is een man die zeer precieus spreekt, die ook moeilijk uit zijn woorden komt, veel tijd ook neemt. Het is heel oud mannetje, meneer Van Dalen, die steeds komt zeuren over een bank in de Borneo-straat, die ze hebben weggehaald. En dan moet hij naar de bank in de Sumatra-straat. En dat soort typen zitten allemaal door elkaar vermengd in dat nummer. Rijtje, Paul, blijf even staan. Dat is meer dan alleen maar gek gaan staan. Dat berust ergens op wat jij doet. Ja, om het zo treffend te maken. Ja, mensen denken dat een komisch type alleen maar grappen maken is met een pet op of zo. Ja. Maar dat is een grote vergissing. Werkelijk, een komisch type is een mens van vlees en bloed. En bot ook vooral. Ja. Je moet dus bij elkaar optellen zijn lichamelijke vormgeving. Ja. En uit hoe die man gemaakt is, komt ook voor een deel de tekst voort. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als je zegt, Kees, hè, meneer Kees, die zit dus nu trouwens ook in de show in Carré. Hij heeft een nieuwe versie, hij doet mededelingen over de Sinterklaas-viering. Kees is een man die is groot, dom en sterk. Ja. Die staat dus flink zo. Hè? Die man weet niet hoe dom die is. Die heeft dus geen enkele twijfel. Die staat dus met beide poten zeer hard op de grond. Maar als je in deze show zit ook een wat onzekere man. Een man die heeft een filterzak en die is van... Nou, nee. Die is heel verdrietig. Die heeft dus, zeg maar, onzekere kleine bewegingjes. En zo'n Brontaats van Avezaad, daar moet je als je zo'n nummer gaat maken... Die kan weer. Brontaats van Avezaad, die is begonnen in Nederland in 1039, dus... Je ziet een wat enigszins aangetast geslacht, zie je staan, ja, hè? Ja. De tand destijds heeft aan het karkas gevreten. Dus die man die had een beetje slordig en een beetje versleten, zou ik maar zeggen, in zijn geraamte. En uit dat versleten zijn van dat geraamte komt een deel van de tekst voor. Hij heeft dus van boven is het allemaal nog wat dikker nodig, hoor. Maar kijk, de rest, ja. Ja, wat ik zeg, die is nou, het is nog niet de man om direct op de 100 meter, zeg maar, grotere kors dit zo om ver te kegelen. Je hebt een speciaal lachje, joh. Goed. Ja, ik vind het heerlijk om te doen. Dat... Mag ik je als oranje klant even een sapje inschenken? Oh ja. Maar het is iets wat je uitdenkt terwijl je mensen observeert, gezeten op een terrasje, of doe je dat in je studeerkamer? Zeg je gewoon, ik moet nu zo gek mogelijk types zien te vinden? Nou, ik ben natuurlijk altijd wel op zoek naar een paar van die rare mannen. Maar ik kan ze niet verzinnen. Ze worden je ingegeven. Ieder nummer heeft zijn eigen ontstaan. Zo die gekke bron die ik net gedaan heb, die is een combinatie van twee dingen die ik las. Ja. Er was een kudde op de Veluwe die een schaapherder zocht. En daar kwamen allerlei nogal hooggezeten sollicitanten op. Professoren, doktoren, sociologen, overspannen advocaten. Dat is waar gebeurd, ja. Waar gebeurd. Afgestudeerde studenten die geen werk konden vinden. En in diezelfde tijd was er een baron in Friesland die het landgoed niet meer randerend kon krijgen. En een camping begon op zijn landgoed. Hm. En nou, dat zijn dingen die dan zeg maar door je... Dat wordt ergens opgeborgen in je kop. En dan ineens, dan leg je de link tussen een baron die het niet meer redt en een schapenkudde die geen herder heeft. En zo kom je dan op een baron, Taats van Avezaten, die schapen gaat fokken. Ja, vind ik fantastisch. Vind ik fascinerend, zo'n kijkje in de cabaretkeuken, hoe het tot stand komt. Ja. Nou neem ik aan dat zo'n baron, omdat jij Hagenaar bent en dus dicht bij Wassenaar, jouw vertrouwder voorkomt dan, laten we zeggen, een oostelijk of een noordelijk accent. Een boer neerzetten is moeilijker voor jou, denk ik, dan een Hagenaar, hè? Ja, ik weet het niet. Het zijn natuurlijk altijd suggesties van, hè? Het is niet helemaal
Het zijn karikaturen, het zijn altijd overtrokken figuren. Ja. En zo'n boer, dat is een combinatie Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. Ja, hè? Gevleugeld woord geworden, hè? Leuke dingen voor de mensen. Ja, ja, dat gaat een eigen leven leiden. Grappig. Trouwens, zo'n boer heeft ook weer een eigen fysiek, hè? Oh ja? Zo'n slimme man. Ook daar, als ik zo'n nummer schrijf, dan praat ik hardop. Ik zit nooit aan een tafeltje zo te doen. Ik ga lopen als zo'n man, hè? Zo, Eddie. Die man is slim, die heeft dus iets van dit, hè? Ja. En ik weet nog dat ik het nummer in het begin deed. Gek, dat... He, die heeft iets van onderuit, hè? Zo, bekijkende dingen, hè? Ik weet dat Toon Hermans het nummer zag, toen deed ik het heel in het begin. In de eerste weken. En toen stond hij nog altijd dribbelen. En toen zei hij, dat is niet goed, je moet niet dribbelen bij die man. Die staat ook stevig, net als die domme Kees staat ook die boer stevig. Maar weer een heel andere structuur van het lichaam. He, die heeft zoiets van, ja, wat is hier aan de hand? Ik heb het allemaal wel door. Die loert wat van onderen. Ja. En in deze show zit nog een andere hele domme man. Die is veel trager. Die doet een vakantieverhaal. Die heeft dus een hele rustige spraak en die... heeft een zekerheid ontwikkeld omdat hij zelf wel voelt dat er iets aan de hand is met zijn, ja, zijn tempo, maar daar toch overheen praat met een soort lijzeren, looie zekerheid waar niemand aan kan komen en dat is eigenlijk deze man. Oh, ik vind dat zalig. Mag je een half uur doen? Ja. Maar ik kom even nog op de dialecten terug die erbij horen bij de typeringen. En we hadden eerder in dit programma de heer A. Meynes, zoals je hebt vernomen. Ja. Die spreekt onvervalst Haags. En dan heb jij mij laatst eens verteld dat plat Haags en chic Haags vlak bij elkaar liggen. Ja, is ook zo. Kan je dat aantonen? Ja, moet ik een woord verzinnen waar dat nou het duidelijkst uit blijkt. Het plat Haags kenmerkt zich naast natuurlijk een aantal medeklinkers die merkwaardig worden uitgesproken, zoals de R die als een G wordt uitgesproken, kwachtje, zwacht, hartstikke zwacht. Zijn het vooral de ijs, de uis, die het Haars kenmerken. Hè? Dus normale Nederlanders zeggen dan zeg maar tijdverdrijf met de I in de I. Ja. Duidelijk, hè, die I staat er niet voor niets in die I. Maar Harenaars die gaan daaraan voorbij, die zeggen dus... hè? Dus zou maar zeggen, tijdverdrijf of vrijblijvend, dus plathaars, tijdverdrijf, vrijblijvende. En tijdverdrijf ligt heel dicht bij het hele uiterst bekakte, chique Haags. Tijdverdrijf, 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 vrijblijvend, vrijblijvend. Zie je, dat ligt heel dicht bij elkaar, alleen de stand van de lippen is iets anders bij het bekakt. Het plat ligt eigenlijk dicht bij het bekakt. Goed, het is een heel dissertaat. Dissertaat. Daar kunnen we lang over doorgaan. Dat doen we niet. Je speelt de hele maand nog in Carré. Dan moet iedereen het maar komen bekijken. Al die mannetjes en sketches die je neerzet. Plus een aantal nieuwe liedjes, geloof ik. Ja, ja. En daar wou ik er erg graag eentje van horen. Zou je dat voor ons willen? Natuurlijk. Je hebt je eigen onvolprezen kwartet meegebracht. Nogmaals, enorm dank voor je komst. Ik hoop dat je tot iedere avond eind oktober stamvol zult zitten eind in Carré. Eind november is het. Hoor. Eind november? Ja. Alsjeblieft. Ja. Twee maanden Carré vullen. Twee maanden Carré. Geweldig, Paul. Veel succes daar. En Paul zingt voor u een vrijblijvende inspiratie van Hildegaard Knevert Oostzeelied. En daarbij wordt hij, zoals ik al zei, gesteund door het kwartet van Rob van Kreeveld. Ik hou niet van die zinderende hitte van het zuiden. Dat grasloze land dat zich lusteloos trekt. Ik hou niet van die glasharde staalblauwe hemel. Die indringende zon die alles ontdekt. En ik hou niet van die luie stoffige middag. Waarin alles wat leeft voor de zon is gevlucht. Ik hou niet van die barstende keiharde bodem. Ik word nerveus van die trillende lucht. Ik hou van de donkere kleuren van ons noorden. Het grijs en het groen met hun veilige rust. Ik hou van het voorzichtige licht van de morgen. Op de knisperende duinen van de Hollandse kust. Ik hou van de adem die je ziet in de kilte. Zwiepende, striemende regen op zee. Ik
hou van de nevel en zijn beschermende stilte. Van een inktzwarte nacht van november aan zee. Ja, ik hou van die kust waar het water kan kolken. Van de schelp en het hout voor het spelende kind. Ik hou van een schuimende zee en de wolken. Met krijsende meeuwen die dansen in de wind. En ik hou van de wieren die de pieren begroeien. Van een bruisende branding met een zakkende zon. Ik hou van de kleuren die zachtjes vervloeien. Aan de kust van mijn jeugd. Waar alles begon. En heel hartelijk dank, Paul van Vliet. Succes in Carré. Dames en heren, we zijn er weer bijna. Ik begon met een keurige das. Ik eindig met de paarse van Ringo Starr. U hebt de nieuwe Vissenkom gezien. Ik moet u zeggen, het regent telefoontjes. Vooral voor zuster Lemmens, maar ook voor Age M. Er is een man die een camping heeft en een conferentieoord wil bouwen bij Workum. Die biedt Age M een baan aan. Er is een woninginrichting met modelwoning waar hij zijn schilderijen mag exposeren. Dat zijn allemaal goede beginnen van een nieuw leven. En wat zuster Lemmens betreft... Ja... Je ziet, de Nederlander heeft een goed hart en is vergevensgezind. En zuster Lemmens, toch wil iedereen haar nog steunen. Dat kunt u doen. Hier staat het kaartje op mijn tafel. Het is Giro 3595940-3595-940. Stichting Thuisfront. Dat is alles wat u nodig hebt. Dan wordt zuster Lemmens nog gelukkiger. Lieve mensen, we sluiten met een groep die regelrecht oprukt naar de eerste plaats van de hitparade. Uit 5 broers bestaande de gebroeders Tavares met het geweldige, mooie nummer Heaven Must Be Missing an Angel. De gebroeders Tavares. I want all I can get.
thuis bij Afro Tros.